De bedoeling is dat de zoons van Henk en Dini Schreuder de auto gaan repareren. Maar ze missen nog een belangrijk onderdeel, het dakraam. Nou, eigenlijk heb ik vanmiddag een aantal leuke dingen voor u. Jan Boonstra van het RTV Noord-programma Toeters en Bellen biedt de helpende hand. Samen met enkele garagebedrijven uit het noorden. Het beruchte zonnendak. Zit alle twee zitten ze er nog in. En met dit onderdeel kan de auto nu weer helemaal worden hersteld. Het bewijst hiermee, er zijn ook nog goede mensen. Ja. Maar de verrassing is nog niet compleet. Want het echtpaar Schreuder mag totdat de reparatie klaar is gratis gebruik maken van een andere auto. En ze krijgen ook nog een nieuw navigatiesysteem. Dit had ik zeker niet verwacht. Het is geweldig. Ja, ja, dat er toch mensen zijn die eraan denken, die je gelijk helpen in overtreffende trap. Ja. Woensdagavond hadden wij een avond waarbij het ging om plezier in rijden en plezier met autorijden. En als je dan dit hoort, dan denk je van ja, dat wordt mensen ook afgenomen. Dus hoe kan je nou op een hele simpele manier eigenlijk iets toevoegen? Wij hebben die auto staan, die kan prima een paar weken voor de familie Schreuder rijden en die mensen hebben hun plezier in rijden terug. Henk en Dini kunnen nu weer zorgen voor een ziek familielid. Dat vond ik eigenlijk het allerergste. Dat hij nu ook gewoon, dat we hem niet kunnen helpen. Nu kan het weer, ja. Het echtpaar kan nu weer hun eigen gang gaan. Mijn man die kan weer lekker muziek gaan spelen en kopen repetitie. En nou ja, goed, dan kunnen we gewoon ons werk weer oppakken.